Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video van Kimi en zo. Vandaag ben ik hier met Jacob Jan die de Tefal Infinity Press komt demonstreren. En die gaat ons vandaag laten zien hoe je in elkaar zet en hoe jij er lekkerste sapjes mee maakt. Dit is een slow juicer en jij weet er vast meer over te vertellen. Ja, nieuwe slow juicer, de Infinity Press van Tefal. 30% meer sap, daardoor ook veel vitamine behoud en antioxidanten erin. Zoals je ziet bestaat het inderdaad uit een aantal onderdelen en die gaan we nu in elkaar zetten zodat we straks lekker met de aardbeien, de appelen en de ananas aan de slag kunnen. Nee? Ja. Het zilveren schaaltje als eerste, hier met de tuut waar uiteindelijk het sap mee naar beneden loopt. Vervolgens gaat er een plastic schaal bovenop. Hier zit een klein puntje dat hier precies in past. Dus ik ga het zo in draaien. Zo. We hebben twee bakjes, eentje voor de sap en eentje voor de coulissen en andere producten. En dit is dus inderdaad voor het persen van de sap met een hele fijne maas erin. Dus deze draaien we hier zo op. Dan zit hij vast als het goed is. Zo. Dan de molen, die uiteindelijk alle fruit en groenten perst. Dan uiteindelijk, en dan zijn we er eigenlijk al bijna, het product hier bovenop. Dat goed aandraait en klikt. We hebben twee kannen. Eentje voor het sap en aan de achterkant voor het pulp. En dan nog een aandruk dingetje die de appelen en de wortelen in het apparaat perst. Kan je nog eventjes vertellen over die inzet van die kan? Ja. Bij de kan waar het sap wordt opgevangen zit nog een klein detail. Dit is een schuif die je erin stopt, zodat namelijk het schuim van het sap wordt gescheiden, waardoor er in de tuut alleen het sap uitkomt en niet altijd dat witte schuim dat je vaak op fruit vindt. Of in ieder geval op vruchten sap. Nou, we gaan het sap proberen. Of kan dat tot, hè? Ja, er kan nog sap bij. Tuurlijk. Gooi dat ding maar vol. Je ziet ook dat je die appel dus van het schil naar beneden zet. Hij maakt ook verder geen herrie, vind ik. Nou ja, misschien met wat wortels is. Het is dus best wel eenvoudig. Zeker ook, het is heel eenvoudig. Ja. A child can do the laundry. Nou. En als je zegt, we kunnen het, of we kunnen ook gewoon alles opmaken hoor. Want, ja, laten we dat maar doen. Hier is gewoon in 5 minuten, of geen 5 minuten. Ja. Gewoon. Nou ja, en als je dan eventjes wil wachten zo. Als een nieuwe kan moet komen ofzo. Ja, precies. Ja. En dan pak je een nieuwe kan. En dan heb je. Nou, volgens mij is dit het. Nou, dit is dus het pulp wat eruit is gekomen. Dat is echt keurdroog. Eigenlijk het enige wat we er echt tussen zien zitten is wortel. Maar verder is echt alles helemaal in sapvorm geworden. En dan heb je hier dus het sap. Uit best een kleine hoeveelheid fruit en groente is dus een behoorlijke kan fruit sap zo al gekomen. Dan is het sap klaar om geproefd te worden. Ah, kijk, en dat is dus die inzet. Die zorgt dat er geen schuim mee geschonken wordt. Handig. Zelfs nog wat over. En dan hebben we het sap.
Nou, op je gezondheid. Proost. Proost. Lekker. Goed. Nee, je proeft echt gewoon... Alleen sap. Alles wat erin zit. Ja, leuk. Ja? Ja. Goed zo. Mooi. Nou, volgens mij zijn we tot het einde gekomen van dit filmpje. Nog één tip. Er is een soort van borstel meegeleverd met het product, waar makkelijk de pulp uit het rooster kan worden gehaald. Alvorens te worden omgespoeld en voor een keer opnieuw worden gebruikt. Ik hoop dat je het leuk vond, Lisa. Ja, ik vond het echt leuk. Ik ben benieuwd om er meer mee te gaan experimenteren en te kijken wat allemaal mogelijk is. Goed zo. Dus dankjewel dat je helemaal uit Rotterdam hier naartoe kwam. Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn. Mooi. Super. Dankjewel. En ik zou het leuk vinden als jullie abonneren. Ik zou het leuk vinden als jullie abonneren op Kiwi en zo via YouTube. En leuk dat je kijkt naar deze video.